Kijk, dit is dan mijn voortuin. Nou, de hortensia begint ook weer mooi uit te lopen. Die had ik vorig jaar helemaal weggeknipt, verjongd. En dan staat die volgend jaar weer in de volle bloei. En hier hebben we er nog een. Kijk, ja, dat is een ander plantje met allemaal kleine witte bloemetjes. Dat is ook heel mooi om te zien. Nou, en dan hebben we hier nog eentje. Ja. De kiefietsei, de kiefietsbloem bedoel ik, kiefietsei, kiefietsbloem, staat ook mooi te wezen hier. Ja. Mooi hè, ja, dat is een heel leuk plantje. Die heb ik destijds een keer ingezet, maar ik heb ze niet meer teruggezien. En nou in één keer, oeps, daar is die weer. Ja. Dat is het mooie van de natuur, hè. Nou, de pionroos. Begint ook al te komen. Kattenkruid. Ja. Nou, de narcissus. Nou, en hier nog eentje met kom ook witte bloemetjes in, kijk. Oeps. Deze. Hier ook een leuk plantje. De roos begint ook alweer mooi uit te lopen. Ook. Het begint ook allemaal weer mooi uit te lopen allemaal. Dat is deze. Kijk. Allemaal weer mooi. Kijk, deze staan mooi te wezen. Het is echt heel mooi. Mooie kleur ook, hè. En hier een roosje weer. Die ook weer mooi begint uit te lopen. Die heb ik allemaal teruggesnoeid. Kijk, en hier mooie narcissus. En hier die hibiscus. Nou, die beginnen ook al mooi aardig terug te komen. Kijk. Deze ook. Hier nog een mooie. Ja. Kogeldesloeg komt ook al op. Nou, en dat was het wel zo'n beetje in de voortuin. De campanula is ook heel mooi. Er komen allemaal hele kleine mooie blauwe bloemetjes in. Een spreeuwguta begint ook uit te lopen. Dan heb ik een mooi pienroosje. Ja, dat was zo mijn achtertuin. Of mijn voortuin in dit stadium. Ja, mijn achtertuin die heb ik net... geüpload, die kunt u ook terugkijken als u dat wilt. Nou, en ik laat zien hoe het in een verder stadium dus er ook uit gaat zien. Ik hoop dat u een leuk filmpje vond en tot
Tot het volgende filmpje maar weer.